Oh, wauw, kijk eens. Hanna, volgens mij zit er mensen in je kamer. Is dat niet Emma? Huh, wat? Emma in mijn kamer? Helemaal niet. Ik was er net nog. Huh, ik heb niks gezien. Nou ja, volgens mij heeft ze een paar vrienden uitgenodigd. Ik weet niet of je het wist, maar ze zouden in je kamer gaan spelen. Mijn kamer, hè? Huh? Waar heb je het nou over? Huh, wat is dit nou? Emma, wat ben je daar aan het doen? Oh ja, oké, even kijken jongens. Dit is hoe we een tijdmachine maken. Oh wauw, ja inderdaad, ik wil echt heel graag een tijdmachine. Oh wauw, jongens, kom op, laat ze snel zijn. Oh man, ik kan het niet geloven, super cool. Jongens, wat zijn jullie nou aan het doen? En in mijn kamer nog wel. Hé, hey, waarom zit je daar in het kooi van Pia? En waarom zit jij op mijn laptop? Oh ja, sorry hoor, we gaan al weg, we gaan al weg. Oh man, maar jouw kamer is veel te klein, Emma. Je kunt toch geen tijdmachine maken? Ja, inderdaad, het is veel te klein. Nou ja, ja, wat moeten we nou doen? We hebben allemaal apparatuur nodig voor de tijdmachine. Ja, inderdaad, ik wil ook wel weten hoe het uiteindelijk eruit komt te zien. Nou ja, jongens, we moeten gewoon beginnen met actief zijn en kijken wat we allemaal kunnen doen, oké? Okay? Ga ik even kijken waar we nog ergens anders kunnen kijken. Misschien is dit wel groot genoeg. Hiermee kunnen we de tijdmachine maken. Huh, jongens, wat zijn jullie daar aan het doen? Emma, hoe komen deze mensen binnen? Wie zijn jullie? Hallo mevrouw Vogel, we zijn hier om een tijdmachine te maken. Oh ja, klopt. En Hanna had ons uitgenodigd. We zijn gekomen. Huh? Waarom zijn er zoveel kinderen ineens? Wie zijn dat nou? Pap, het spijt me echt heel erg dat ik niet had gezegd, maar we wilden echt heel graag de tijdmachine maken. Nou ja, wat jullie willen, doe maar wat je niet laat kan, denk ik dan. Nou ja, zeg, ik had het niet verwacht. Ik dacht dat Emma dit wel zou zeggen. Ja, mam, we willen het gewoon heel erg graag doen, oké? Okay? Oké, okay, kijk, dit is goed genoeg. We kunnen hierin onze tijdmachine maken. Ja, wauw, dit is wel echt een grote tijdmachine. Ik denk dat dit wel zal lukken, inderdaad. Martin, zullen we een grap met Emma uithalen? Ze zegt ook nooit iets wanneer haar vrienden langskomen. En ze had ook niks gezegd tegen Hanna en tegen Julian. Ja, dat zou inderdaad wel kunnen. Ik zou het eigenlijk wel grappig vinden als we dat zouden doen. Oké, jongens, zijn we zo klaar? Is het zo goed? Nou, oké, jongens, laten we even kijken. Nou, wacht, wat ben je nou weer aan het doen, Emma? Ja, we zijn een tijdmachine aan het maken, Julian. Alsjeblieft, laat ons even met rust. We zijn hartstikke hard bezig. Nou ja, ik mag niet meedoen met een tijdmachine maken, hè? Nou ja, het mocht wel, maar Emma had het liever niet. Dus dat denk ik niet, toch? Hanna, ik heb een goed idee. Laten we samen met pap en mam een grap uithalen. Aangezien Emma altijd zo irritant is. Oh, wauw, dat is een goede grap. Zullen we het doen? Alsof haar tijdmachine wel echt werkt of zo? Ja, de tijdmachine die ze nu aan het maken is. We kunnen inderdaad doen alsof die wel werkt. En met papa en mam nodig om te kijken of het gaat lukken. Dat is wel een goed idee eigenlijk. Oh, jongens, Emma heeft zoveel spullen achtergelaten. Mam, pap, laten we Emma een koekje van haar eigen deeg geven en doen alsof haar tijdmachine echt is. Dat is wel een goed idee, denk ik. Dat kunnen we eigenlijk wel doen, ja. Oké, we hebben alles erop geplakt. Is die zo goed? Ja, ik denk dat het zo goed is. En ik heb hier de tijd en alles ingevoerd. Oh wauw, zo is hij inderdaad wel goed. Laten we dit maar doen. Oh, nou, oké, zo is hij goed. Laten we maar gaan. Ja, precies. Oké, zullen we hem uitproberen? Ja, ik zou het wel doen. Even kijken of het gaat lukken. Oh wauw, nou Martin, ik had het niet verwacht, maar wauw, we hebben alles helemaal klaar zitten, toch? Ja, we hebben alles klaar zitten. We kunnen zo de grap uithalen. Julian moet ons alleen even een seintje geven. Ik zal tegen Julian zeggen, oké, dan kunnen we zo de grap inderdaad uithalen. Oh wauw, ik hoop echt dat het gaat lukken. Ik hoop echt dat Emma erin trapt. Ik denk wel dat ze erin zal trappen hoor. Ik denk niet dat Emma het doorheeft. Oh wauw, nou oké, laten we maar gaan kijken. Laten we kijken of het gaat lukken. Oké, Emma, aan jou de eer. Jij mag het proberen.
Ja, inderdaad. Hij is inderdaad wel van jou, Emma. Dus jij mag als eerste proberen. Oh man, ik ben nu wel echt benieuwd of het gaat lukken of niet. Zo, nou man, ik ga zo in de tijdmachine en ik hoop jullie weer terug te zien. Ik ga het zo proberen. Oh wauw, Emma gelooft er ook echt in. Nou, dan moeten we deze grap zeker uithalen. Oké, nou jongens, ze gaat het zo proberen. Julian geeft ons even een seintje. Oh wauw, ik hoop dat het gaat lukken. Ik hoop niet dat ze het gelijk doorheeft. Oké, Hanna, ik en jij moeten klaarstaan. Ze mag ons niet zien, anders heeft ze het door. Oké, nou, ik geef jullie zo het seintje, man, pap. Oké, laat de tijdmachine maar eens even uitproberen. Oh wauw, oké, ze gaat er zo in. Oh man, ik moet ook hier voor mezelf verbergen. Ik hoop dat het gaat lukken. Oké, jongens, iedereen klaarstaan? Oké, even alles invoeren en dan kan ik naar deze tijd gaan. Oké, nou even kijken. Zal het lukken? Zal het lukken? Oh wauw, kijk eens. Oké, jongens, ze zit erin. Allemaal klaarstaan. Zo, ze zit erin. Dus als het goed is, moet het nu lukken. Oh wauw, ik hoop echt dat het gaat lukken. Zo, nou even kijken. Is het gelukt of niet? Ik ben echt heel erg benieuwd. Ik hoop echt dat het is gelukt. Nou ja, ik hoop echt inderdaad dat de tijdmachine wel heeft gewerkt. Zo, laat ik even kijken in Hanna's kamer. En in de woonkamer natuurlijk. Huh, wie zijn dat? Zijn het opa en oma? Huh, ze hebben grijs haar, ze lijken echt heel erg op opa en oma. Opa, oma, zijn jullie daar? Huh, opa en oma? Huh, is dat nou Emma? Emma, je lijkt precies op onze kleine oude Emma. Wat schattig. Oh ja, ze lijkt inderdaad heel erg op haar. Hè, wat? Wat is dit nou? Ik had geen idee. Waarom ziet u er zo uit? Oh ja, precies. Nou, dit is. Je lijkt echt heel erg op Emma. Nou, dat klopt. Ik ben Emma ook. Ik ben uit de toekomst, uit het verleden gekomen naar de toekomst. Het verleden naar de toekomst, maar dat kan toch niet? Dat geloof ik niet. Ja, nou ja, ik ben uit de toekomst gekomen, mam en pap. Ik ben echt heel blij jullie te zien. Maar jullie zien er echt oud uit. Zien we er echt heel oud uit? Nee, dat valt wel mee, toch? Oh, wauw, ze gelooft het ook echt. We moeten het straks wel even gaan zeggen, voordat ze het helemaal doorheeft. Nou ja, pap, mam. Ja, waar zijn Anne en Julian? Ach, Martin, volgens mij moet ik het zo wel even vertellen. Ik denk dat ze het echt gelooft. Ja, nou ja, we moeten gewoon echt langer de pol houden, oké? Okay? Oh man, ik kan niet geloven dat papa en mam zo oud zijn nu. Nou ja, we kunnen niet zo heel veel meer doen, hè, Emma, schat, omdat we oud zijn. Kijk eens, hier is de tijdmachine waar ik mee ben gereisd. Oh wauw, is dat echt een tijdmachine? Dus ze gelooft het ook echt. Oh man, ik kom niet meer bij. Ik kan niet geloven dat ze het echt gelooft. Ik denk dat we het wel kunnen vertellen nu, Julian. Ik kan niet geloven dat het echt heeft gewerkt. Het was een grap. Je bent in de grap, je bent in de val geluisterd. Hè, Emma, je gelooft het echt. Hè, wat? Was het maar een grap? Maar het kan toch niet? Dat zijn pap en mama toch, die ouder zijn? Martin, we kunnen het nu misschien wel afdoen en dan geloven ze ons wel, denk ik. Hè, afdoen? Wat bedoel je nou? Nou, kijk eens, dit ben ik. Ik ben het, Emma. Ik ben helemaal niet ouder geworden. Hè, wat? Ik kan niet geloven dat jullie dat zijn. Nou, Martin, doe jij het ook maar af. Zo, nou kijk eens, daar ben ik dan. Oh man, ik kan het niet geloven. Nou ja, we hebben je goed voor de gek gehouden, Emma. Nooit gedacht dat het zo makkelijk zou lukken. Oh man, ik kan het niet geloven. Ik dacht echt dat ik in de toekomst zat.